Eind 2021 nam de gemeente Waalre het eigenaarschap van de provinciale weg N69 over. Op de N69, de Eindhovense weg en de Valkenswaardse weg, neemt de gemeente maatregelen om het doorgaand vrachtverkeer te weren, hoogwaardig openbaar vervoer aan te leggen en het aantal auto's met 40% te verminderen. Den oude infra richt de N69 opnieuw in. In de eerste fase zijn de werkzaamheden gestart op de Valkenswaardse weg. Vanaf de grens met de gemeente Valkenswaard tot de kruising met de Koningin Julianalaan. De snelheid op de Valkenswaardse weg is teruggebracht van 80 km per uur naar 60 km per uur. De kruising Lissevenlaan is gereconstrueerd en er zijn drempels aangelegd om het verkeer af te remmen. Op de kruising is een tijdelijke verkeersregelinstallatie geplaatst om fietsers veilig te laten oversteken. De fietsers en het busvervoer krijgen voortaan voorrang op het autoverkeer. De busbaan tussen Valkenswaard en Aalst is inmiddels in gebruik genomen. Den oude infra vervolgt in de tweede fase de werkzaamheden aan de Eindhovense weg, tussen de kruispunten Brabantsjelaan en Voorbeeklaan. In de volgende video nemen we een kijkje bij deze werkzaamheden.